Trainingscomplex Zoudenbalch vanochtend. Het lijkt een dag als geen ander, maar schijn bedriegt. FC Utrecht is in één klap 2 dragende spelers kwijt, maar wel 13 miljoen euro rijker. Technisch directeur Fouke Boy heeft er een dubbel gevoel bij. Het vertrek van de middenvelders is een aderlating. Aan de andere kant is hij ook heel erg trots op de transfer. Ja, wat er nu eigenlijk in de laatste 3 weken is gebeurd, is ongekend. Nog nooit gebeurd in de historie van FC Utrecht. Dus op dat vlak trots, omdat we nu ook 2 jaar lang bezig zijn. Om uiteindelijk ook dit eens een keer mee te maken. Ada en Iris komen regelmatig hun helden bewonderen als ze trainen. Ook vandaag zijn ze naar het trainingsveld gekomen. Teleurstelling overheerst bij de 2. Ik vind het wel, eigenlijk wel heel erg jammer. Dus ik snap het wel dat ze naar PSV toe gaan natuurlijk. Het is wel een grotere club. Maar voor Utrecht vind ik het wel heel erg jammer. Jeep Meesters komt al sinds de oprichting bij de FC. Hij zag al eerder goede spelers vertrekken. Toch heeft hij vertrouwen in het komend seizoen. Ik herinner me ergens ook in 1976 in die periode. Toen kochten ze ook een aantal spelers. Schubert van Zwolle raakt helaas geblesseerd. Dan hadden ze Jan Strooijer. Toen zijn ze eigenlijk ook met dat soort breedte aankopen. Dan kun je heel sterk uit de voorschijn komen. Dus ik heb daar alle vertrouwen in. Want FC Utrecht is druk bezig met de zoektocht naar vervangers voor Stroopman en Mertens. Arend-Jan Roorda van Excelsior en Steve de Ridder van de Graafschap worden gevolgd. Concrete interesse is er voor ADO Den Haag spelers Timothy de Rijk en Jens Toornstra. Prima idee, vindt Meesters. Spelers misschien met een iets minder individuele kwaliteiten. Maar wel met, denk ik, heel veel teamspirit en mogelijkheden. Dat de spelers zelf in eerste plaats naar FC Utrecht willen, dat vind ik het allerbelangrijkste. Nou, dat signaal hebben wij inmiddels gehad. Ja, en dan ga je naar stap 2, is het ook financieel haalbaar. Want voetballers spelen nou eenmaal niet meer voor consumptiebonnen en wat gratis voetbalschoenen. Versterkingen komen eraan, belooft Boy. Trainer Erwin Koeman vertrouwt er maar op. Hij blijft rustig. Sterker nog... Ik heb toch weer 17, 18 miljoen voor Frans Verseumeren binnengebracht. In die 3 weken dus, ja. Maar zonder gekheid... Nou ja, jongens worden ook beïnvloed. Door familie, door zakennemers. En ik kan me ook goed voorstellen dat... Als de belangstelling is dat jongens hogerop willen, in de top willen voetballen. Ja, en daar zit een prijskaartje aan vast. En dat is betaald, dus ja, zo simpel is het eigenlijk. Een speler die hij nu al kan testen is Robert Ambrosic. Atletische keeper uit Hongarije die de laatste jaren in Engeland bij Leicester City onder de lat stond. Goeie kop, goede uitstraling. Belangrijk voor Iris en Ada. Ik denk dat het wel, dat wel leuk is dat ze goed kunnen voetballen en zo. Maar ja, dat een beetje knap, dat kan ook geen kwaad.